vuur, maar oh my god, letterlijk achter me. Ze zitten overal. Help. Sla het alarm, code rood. Zit een man in mijn rug. Yo dames en heren, mijn naam is Don en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Minecraft minigame. We spelen ditmaal One in the Chamber. Of, ik bedoel, iedereen heeft wel Call of Duty gespeeld, laten we daar maar niet. Hey, kijk, dat is een kill. Iedereen heeft wel een beetje Call of Duty gespeeld, dus iedereen weet ongeveer wel hoe dit werkt. Hij wilt me hakken. Help. Waarom had ik trouwens niet nog een pijl erbij? Ik begrijp niet. Ja, nee. Hak hem. Hak hem. Ik wil een pijl erbij, jongens. Ik heb een pijl. Ik heb een pijl. Komt u maar. Oh, ik miste hem. Dat is even pittig balen. In zijn rug. Snel. Ah, balen. Oké, hoeveel kills heb ik? Ik heb maar 2 kills. No! Bitch, please. Je kan geen eens een pijl raken. What the fuck? Wat voor rare fratsen bevinden die hier dingen? Help! Help! James George wilt me hebben. Hebbes. Ik heb hem. Yeah! Volgende. Yeah! Volgende. Yeah! Volgende. Hoofd schoot af. Hij schoot hartjes op me af. Wat lief van hem. Oh, ik zit even niet op te letten. James George, komt hij dan, hè? Hebbes. Oh, die wil ik niet raken, dat is iets te ver weg. Oh, dat kan ik niet aan. Oh, nee, de druk is te groot. Kutzooi. Komt hij dan, hè? In het hoopje. Ah, oh, mis ik. Ik ben zo slecht in dit spelletje. Sebastian, hier komen jij. Hier, met je Minecraft hoofd. Kom terug. Komt u maar. U mag wel even een periode stilstaan. Zoals dit. Oh my god. Ja, dat is een tip bij One in the Chamber. Ga niet letterlijk in iemands vuurlinie staan. Want dan verlies je. Dan ga je dood. Of ik moet gewoon eigenlijk 70 seconden until the game ends. Eigenlijk had ik misschien gewoon moeten wachten totdat alles gewoon voorbij is. Dat iedereen dood is en dat ik zit te verstoppen in een hoekje. Dan kom ik echt aan. Bah, ik heb een pijl. Haha, ik heb een pijl. Oké, waar is iedereen? Oh, daar. Nee, ik heb gemist. Fuck me. Fuck, wat? Oh. Nou, daar gaan we weer hoor, dames en heren. Een herfstlandschap. Komt ie dan? Oh, ik heb gemist. Oh, verstopje. Verstopje. Patoet wil me hebben. Patoet mag me niet hebben. Waar is Patoet? Oh, daar is Patoet. Toet. Hij heeft zijn pijl ook gemist. Jij dwaas. What the fuck? Ja, ik heb al een paar hitjes in. Hey, mooi man. Mooi. Wat is dit trouwens? Redstone. Dat is waarschijnlijk een vertegenwoordiging van hoeveel levens ik heb. Chipotle. Ebbes. Woe! Mijn god, hij zit naast me. Zo, nou. Oh, ja, dan druk ik uit mijn spelletje. Dat is ook wel handig. Ik begon er spontaan van te gillen, hè. Dat is ook weer niet zo. Huh? Oh, daar. Distant shot. Ah, jammer. Ik kom op je af. Met mijn zwaard. Starbucks 999. Totaal geen reclame of zo. What the fuck? Mag ik hem nog raken? Hé, hè? Dank u, ik heb weer een pijl. Okidoki. Oké, toch maar niet. Komt-ie. Hebbes. Oh god. Oké. Deze kant op. Vuur, maar oh my god. Letterlijk achter me. Ze zitten overal. Help. Sla het alarm, code rood. Zit een man in mijn rug. Help. Aha. Ah, ik miste. Nee. Fuck deze. Fuck. Hebbes. Wat een dwaas. Waarom pakt hij niet zijn boog? Oké, volgende. Komt-ie. Nou, ah, piemels. Hé, What the fuck? What the fuck? Hij rende gewoon met zijn boog in zijn hand. Dat is niet mogelijk. Misschien ook wel, maar dat trucje ken ik niet. Eens even kijken, waar zijn ze? Hallo, is er iemand thuis? Nee. Dat is niet. Hallo, dames en heren. Met de boog. Ah, ik heb hem niet geraakt. What the fuck? Wata! Een pijl. Een zwaard. Ik heb het allemaal. Wat de fuck uit? Nog een pijl? Wat een man. Wat een held. Hebbes. Wat een 180 no-scope.
Ah, nou, in mijn rechterkant. Baal ik even. We gaan wel de brug over. Tactieken, dames en heren. We hebben het allemaal in ons hoofd zitten. Wat een pracht. Nee, dat is zonde van mijn pijl. Dat ga ik me niet doen. Ik ga wel gewoon tactiek, zeg maar. Dan loop je rond met mijn zwaard. Denk je, ah, hij heeft geen pijl meer. En dan haal ik opeens de pijl tevoorschijn. Dat is iets moois. Dat kan ik. Zie je? Het werkt. Prachtig. Alleen ik ben niet de winnaar van dit potje. En dat vind ik wel jammer. I fucking lost. Dames en heren, een nieuwe map, nieuwe kansen. Hé, dat lijkt wel een portal map. Oh my god, het letterlijk helemaal boven me. Snel, ren. Tactieken of zoiets. Oh, achter het dingetje. Oh, het werkte. Fuck you, bitch. Oh, ik verneuk het weer. What the fuck, deze man. Zorg dat je beter internet hebt. Zorg dat je beter internet hebt. Dan is het makkelijker voor mij om jou te raken. Hoplamo. Hey, het werkt. Okidoki. Komt die Tyler? Oh my, what the fuck? Tyler, please. Sterf. Sterf. Dank u. Ik sta even achter het glas te schuilen. Hoejo. Hoejo. Wat zo? Oh my god. What the fuck? Deze man. Wat een held. Hebben. Hey, wat is hier boven gaande? Ploink. Ploink. Hoe deed ik dat? Ploink. Oh, dat is gewoon jammer. Dat is gewoon jammer. Hey, jongens. Ploink, 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 ploink. Ploink, 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 ploink. Geef mij alles. Ik wil alle pijlen besteden. Komt-ie. Haha, heb ik nu 2 pijlen? Nee, 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 nee. Ze zitten bij me. Nee. Oh, dat was gewoon jammer. Dat is gewoon jammer. Oh, what the fuck. Gewoon een one-on-one. Oké, dat is gewoon zonde van mijn pijl. Ja, nu gaat hij met zijn pijl en boog. Oh, gemist, bitch. Oh, shit. Help. Schuil achter het bosje. Nee, ik moet gewoon wat meer tempo. Wat doe jij hier? Ah, dit is waarschijnlijk zo'n klein jochie die niet weet wat hij moet doen. Ja, nee, dat vind ik wel jammer, hoor. Dat vind ik wel een beetje betreurend. Eigenlijk wilde ik hem dan niet doden. Omdat hij gewoon nog niet helemaal wist wat hij moest doen. En zit ik dan als 24-jarige lul gewoon een beetje een spelletje te spelen. Ja, nee, dat is treurig. Zet. Let me niet op wat er achter je gebeurt. Nee! Oh, dat dodge tactiek. Komt hij dan, hè? Hij komt via boven. Haha! Fuck you, bitch. Haha, oh. Er is niemand. Nu dan. Komt ie. Hahaha. Wat denk jij? Ik heb jarenlang FPS games gespeeld. Tuurlijk moet ik mijn ego wel een beetje hoog houden. Pas op. Mis. Fuck you, bitch. Hoofdschot. Oké. Wie is de volgende? Wauw, dat zijn gewoon mensen die zijn allemaal dood. Oeh, dat was bijna in je voet. Nee! Oh, ik zat vast op een blokje. Ja, dat gebeurt wel vaker als je Minecraft speelt en alles gemaakt is van blokjes. What the fuck? Bitch zit in de grond. Ja, wat is deze? Oh, het spelletje is voorbij. Heb ik gewonnen? God damn it. Nou ja, in ieder geval. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video? Dan mag je dat zeer zeker belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik jou graag terug bij de volgende minigame. Tot de volgende keer.